Hallo, daar zijn we weer. Nou, ik moet eerlijkheidshalve bekennen, mijn wat dikkere periode in mijn leven was ik groot fan altijd van de derde Dordtse specialiteit. We hebben natuurlijk de frikandella en de Mexicanos uitgevonden hier. Maar niemand kent de Dordtse bamitegel met pindasaus. We gaan eens even kijken bij Taria de Neushoorn hoe dat gemaakt wordt. Mag ik jou een bamenteeltje vinden, alsjeblieft? Ja. Hoezo? Nou, bamiehap met deze is de bamiehap. Even wachten, dan bamiehap is klaar, hè? Nou, hier zit de pindasaus. Momentjes, ja? Maar hoe maak je eigenlijk de pindasaus? Zo dik moeten zijn. En het is lekkerder. En voor die tijd moet je speciaal de pannen. Met 32 pindakaas en 31 bouillon. En dan blijven roelen en de stand dan met de koken en een beetje warm blijven kruiden in. Eerst met knoflook en daarna sambal. En de laatste met de ketchup, klein beetje suiker. En nog een roelen, nog wat dingen erbij. Dat is een goede pindasaus. Ik ben een beetje aan het twijfelen, want je hebt natuurlijk de knoflook, de pinda en de sambal van de pindasaus. En daarnaast heb je natuurlijk dat krokante van de frituur met die bami. Dus het is een beetje een moeilijk gerechtje, want die knoflook en pinda's is natuurlijk niet erg in harmonie met de wijn. Dus ik hoop dat ik u als kijker mag vragen om een hulplijn in te roepen. Nou, we zijn nu inmiddels aangekomen bij mijn hulplijn. Nick is sommelier bij Parkheuvel, dus ik ben benieuwd wat hij verzonnen heeft bij het pindasausje mamitegel. Ga je mee? Goedemiddag. Hey. Hoi hoi, hallo. Hoe is die? Goed. Ja. Nick, leuk, dank dat je mag zijn. Maar wat gaan we nou serveren bij de bamenteeltjes pindasaus? Ik heb daar het perfecte glaasje rode wijn voor jou voor. Ben benieuwd. Zeker weten. Als je 2 seconden hebt, ja. Pak hem even uit mijn kastje. Zo, dus waarom niet gewoon de best of de beste doen? 94 Petrus Pommerol. Ben benieuwd. Dat betekent dat we aan het bezig zijn met de bami al. Dat die drop accenten gelijk terugkomen, hè? We gaan de chef maar eens even die bami op laten serveren. Ik ben benieuwd. Ik sla hem even aan. Kijk, die kisson van de bami is even, hè? Thank you. Ik heb hem gelijk ook gewoon. Ja, nou lekker. Ja, blijf gewoon staan. De pittigheid van die pindasaus. Ik heb gehoord dat zij het helemaal zelf maakte. Ja, ja. Super mooi. Ja. Leuk. Ja, waarom niet? Ja, dan ben ik hier om. Dus, de wijze les. Bij een bamenteeltje pinda past het beste een petrus.